Ja, dat is indrukwekkend. Na een paar dagen van schrik komt nu toch wel het besef wat er eigenlijk gebeurd is. En ja, als je de schade ziet, er is niet veel meer van over van het pand. En ja, dat is toch wel naar om te zien. Het afbranden van zalencentrum Lara in Lol betekende voor carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers het verlies van hun huis. Hoewel bij de vuurzee geen historisch materiaal verloren is gegaan, denkt voorzitter Marcel Wiendels met weemoed terug aan het gebouw waar zijn vereniging en de andere dorpsbewoners 40 jaar lang lief en leed deelden. Ja, natuurlijk alle carnavalsfeesten die we hier gevierd hebben en alle pronkzittingen. Maar ook natuurlijk van andere feesten, alle vroeger de koffietafels en uitvaarten waren hier. Wat dat betreft was het een ontmoetingsplek voor het hele dorp. Hoewel al wel bekend was dat de vereniging het pand in de toekomst zou gaan verlaten, is dat door de brand allemaal in een stroomversnelling gekomen. Het plan was om de komende jaren carnaval gewoon nog in zalencentrum Lara te vieren. Maar er moet nu worden uitgeweken naar de kerk. We hebben natuurlijk meteen maandag een spoedvergadering belegd met ons bestuur. En eigenlijk wel beslist dat we wel in het dorp carnaval willen blijven vieren. Dus we hebben de volgende dag meteen contact gezocht met de stichting Hart van Lol en met de gemeente. Want er moeten natuurlijk wat aanpassingen gedaan worden. En ik kan niet anders zeggen dat iedereen heel behulpzaam is. Ook vanuit de gemeente. Ze denken mee en ze helpen overal mee. En wat dat betreft ziet het er wel goed uit dat we misschien hier februari wel carnaval in kunnen vieren. Wat moet er nog gebeuren voordat jullie de kerk in kunnen? Nou, voor het doel wat we hadden, dat is natuurlijk allemaal niet te verwezenlijken. Maar om nu carnaval hier te vieren, zou de banken eruit. En er moet een nooduitgang aan de zijkant komen. En nu gaan we dus echt alleen maar naar de noodzakelijke dingen kijken. En dan zal het een jaartje iets behelpen zijn. Maar je kunt wel carnaval vieren in het dorp.